Zuid-Moluks geweld vandaag bij de ambassade van Indonesië. Honderden Zuid-Molukkers, die in Den Haag waren voor de herdenking van 40 jaar streven naar een vrije republiek, raakten in gevecht met de politie en gooiden stenen naar het ambassadegebouw. De Molukkers liepen mee in een demonstratieve tocht waaraan 2 à 3000 mensen deelnamen. De tocht door de stad ter herdenking van het uitroepen van de Vrije Molukse Republiek liep volledig uit de hand. 600 jonge Zuid-Molukkers verlieten de stoet en rukten op naar de Indonesische ambassade. Daar stond de mobiele eenheid al klaar om het gebouw af te schermen. Maar de politie kon niet verhinderen dat de Zuid-Molukkers stenen en zelfgemaakt vuurwerk naar het gebouw gooiden. Ook de eigen ordendienst van de Zuid-Molukkers slaagde er niet in de gemoederen te kalmeren. De demonstranten doorbraken even later het cordon en richtten hun agressie op de mobiele eenheid. In felle gevechten raakten 28 agenten gewond, sommigen zelfs zwaar. De Haagse politie had de felle reactie van de Molukkers niet verwacht en had slechts 2 pelotons van de ME paraat. Met de inzet van een waterkanon kwam een einde aan de gevechten. 1 demonstrant is gearresteerd. 25 april is ieder jaar weer de dag dat de Molukse gemeenschap in Den Haag bijeenkomt voor de herdenking van de proclamatie van een vrije Molukse staat. Vandaag werd 40 jaar RMS herdacht. De viering vandaag begon vreedzaam. In de kloosterkerk aan de Lange Voorhout in de residentie verzamelden de Molukkers zich voor zang en gebed. Al meer dan 40 jaar strijdt deze bevolkingsgroep voor de onafhankelijkheid en de hoop daarop is nog niet opgegeven. Na de kerkdienst trok een stoet van enkele duizenden Molukkers door Den Haag, langs verschillende ambassades waar zij aandacht vroegen voor hun ongenoegen ten aanzien van de overheerser Indonesië dat van een onafhankelijke Molukse republiek niet wil weten. Tegen de afspraken in bleven de jongeren onderweg hangen bij de Indonesische ambassade, waar uiteindelijk de gevechten ontstonden. Tot ongenoegen van de ouderen die zich al hebben neergelegd bij de uitzichtsloze Molukse vrijheidstijd. Maar de bitterheid onder de ouderen is groot. We hebben gevochten voor God met de koningin, door de eeuwen. We zijn aanbeleid en trouw aan de koninklijkheid. Het zijn nu de jongeren die de gedachte van de vrije Molukse staat in stand houden. Voor hun ouders, maar ook voor henzelf. Zij immers zien geen toekomst in ons land. Van de jongeren in Nederland gaat het slechtst met de Molukse jongeren. Hun hoop is gevestigd op een leven op de Molukken. En de president in ballingschap Manu Sama heeft hen vanmiddag weer hoop gegeven. Wij willen met alle volken in Indonesië, die hun recht op zelfbeschikking opeisen, straks een statenbond, een gemeenschap vormen van onafhankelijke, soevereine staten. Want eerst dan, denk ik, dat het heel rustig zal zijn in Indonesië.